de premier even met de lijsttrekker gaan praten? Bij deze. Mooi. De campagne. U bent bang voor Geert Wilders. U waarschuwt voor Geert Wilders. Ik ben niet bang voor Geert Wilders, maar ik waarschuw inderdaad wel voor het risico dat wij nu denken. Omdat hij wat daalt in de peilingen. Sommige peilingen steeg hij over iets. Ach, het zal wel niet gebeuren. Dat we donderdagochtend wakker worden en Geert Wilders de grootste partij van Nederland leidt. En dat hebben we ook gezien met Brexit. Ik ging 12 uur 's avonds naar bed. Remain, het blijfkamp stond voor. En we werden wakker en ze waren eruit. En we hebben het gezien in Amerika. 3 uur 's nachts dachten we allemaal nog Hillary Clinton. Het pad naar de meerderheid. Dat is toch democratie, meneer Rutte? Dat is zeker democratie. Ja. Maar ik mag er ook voor waarschuwen als mensen morgen gaan stemmen. Om mee te wegen, althans dat hoop ik dat mensen meewegen in hun stemkeuze. Dat het niet zo is dat het gevaar nu geweken is dat Geert Wilders... Maar wat is het gevaar? In de eerste plaats het internationale beeld. Wat er gebeurt als Geert Wilders donderdag blijkt de grootste partij van Nederland te leiden. Dat zal over de hele wereld gezien worden als een derde winst voor het verkeerde soort populisme. Het derde domino-steentje wat omvalt. Maar ook in Nederland zelf. Het zal betekenen dat de kabinetsformatie veel trager zal gaan verlopen. Hij zal het voortouw krijgen. Wij gaan niet met hem werken. Maar hij zal toch allerlei rondes gaan doen om met mensen te praten, om te kijken of er toch nog iets kan. Nou, de VVD haakt af, veel andere partijen haken af, maar het kost tijd. Ja. We moeten ook nu... Maar het is ook, weer democratie, hè? Ik bedoel... Uiteraard, maar democratie is ook dat ik als deelnemer aan een democratisch debat ook zeg, er is nog steeds dit levensgrote risico. Ja. En laat je niet in slaap sussen door de peilingen. U zegt steeds het woord chaos als hij het woord. En u heeft als voorland dan Brexit en Trump. Wat u daarvan vindt, blijkt wel uit deze kwalificatie. Alleen, als we strikt genomen kijken naar wat er in Groot-Brittannië is gebeurd sinds Brexit, of dat het zover is, die uitslag, en sinds Trump, het is niet unaniem chaos in die plaats. Nou, in het Koninkrijk kan ik u verzekeren, ik was in Davos in januari, het World Economic Forum. Ik heb daar gesproken met alle grote Amerikaanse banken. En die hebben dan de keuze waar ze heen gaan nu, want die willen uit Londen weg. Dus die denken aan vooral Frankfurt en Amsterdam. En dan hoef ik alleen maar te zeggen bij Frankfurt, wat saai. Dan zeggen ze, u heeft gelijk. Ja. En dan gaan ze. En veel van die banken zijn bezig om na te denken om hier naartoe te komen. Dat zijn tektonische veranderingen die op dit moment plaatsvinden. Maar die zijn er nog niet. Maar die vinden nu plaats. Dus de Engelse groei is op dit moment goed omdat het pond zo laag staat. Maar als je nu gaat kijken hoe onderliggend op dit moment de Engelse economie potentieel onherstelbare schade oploopt door dit Brexit. Hun handelsrelatie met Europa is zo sterk en zo belangrijk. En die komt dadelijk echt in gevaar. Want ik zie nog niet 1, 2, 3 hoe zij in de toekomst opnieuw een deal met Europa kunnen uitonderhandelen. Die zal nooit zo gunstig zijn als ze nu hebben. Nou, en dan hebben we daarnaast de constitutionele crisis. Noord-Ierland, een heel groot probleem, de Noord-Iers-Ierse grens. Dat wordt dadelijk een harde grens in Europa tussen de Europese Unie en een niet-Europese Unieland. Schotland wil er weer uit. Het politieke stelsel in Londen schudt op zijn grondvesten. Dus ik denk dat je dit niet moet willen. En ook een Nexit, echt, dat zou voor Nederland met 1,5 miljoen banen direct afhankelijk van onze handel, dat zou werkelijk voor onze economie dodelijk zijn. Het zou dodelijk zijn, maar ook voor onze veiligheid. We moeten ingebed blijven in sterke internationale verenigingen zoals de NAVO en de Europese Unie in een onzekere wereld. Goed. Stel dat, dat het morgen aan het eind van deze dag, ongeveer misschien op deze tijd of ietsje later, duidelijk is dat u wat heeft. U zult sowieso vermoedelijk wel wat verliezen, hè, tenzij er een groot wonder gebeurt. Maar dat u misschien wel de grootste bent, dan mag u beginnen en dan zult u ook vast met het CDA gaan praten. En op een gegeven moment komt dan toch de vraag van Buma. Ach, Mark, wil jij alsjeblieft aan Maxima vragen of ze dat paspoort wil inleveren? Ja, ik vond dat onverstandig vandaag. Ik snap natuurlijk. We zijn misschien allemaal wat moeier zo na het einde van de campagne. Maar ik zou willen pleiten voor om het Koningshuis buiten de campagne te houden. En los van het Koningshuis, het idee wat erachter zit van Buma, dat je één nationaliteit hebt, de Nederlandse, je kiest voor het land waar je woont, en dat je dan de andere moet opgeven, wat dus bijvoorbeeld ook voor mij zou gelden. Zit daar iets achter waarvan u denkt dat klopt? Nou, die wet hebben we. We hebben gewoon de Rijkswet op het Nederlanderschap en die gaat ervan uit. Dat is een bestaande wet, als je de andere nationaliteit kunt inleveren. Maar het probleem met bijvoorbeeld Marokkanen in Nederland is dat Marokko niet toestaat dat je die andere nationaliteit inlevert. Ja. Dus het is ook dat zie je ook vandaag aan deze case. En dat wil hij graag anders zien. Ja, maar goed, dan moet je dus Marokko onder druk gaan zetten om de Marokkanen mogelijk te maken dat ze de Marokkaanse nationaliteit opgeven. Maar Marokkanen kunnen dat nu niet. En we hebben met Marokko op dit moment een grotere vissen te braden. We hebben te maken met het grote vraagstuk van de terrorismebestrijding. Wij werken als Nederland en Marokko heel intensief samen, internationaal, om te voorkomen dat Al-Qaeda ook in dat deel van Afrika een voet aan de grond krijgt. We hebben Marokko nodig om kansloze migranten terug naar Marokko te krijgen. Dus ja, ik ben er enorm voor
dat we afgaan van die dubbele nationaliteit. Ik zou willen dat Marokko hier morgen mee stopt. Maar Nederland heeft op dit moment geen drukmiddelen. En dat laat dus ook zien, vandaag de case rondom de koningin, hoe ingewikkeld het dus is als je praat over het doen opgeven door landen van die wetgeving die mensen het onmogelijk maakt om die andere nationaliteit in te leveren. Ja. Als u zegt Nederland heeft ten opzichte van Marokko geen drukmiddelen, betekent dat ook dat om die reden u ook zegt over Turkije, ik moet het ook niet laten deescaleren, want Turkije heeft wel een drukmiddel, namelijk we hebben een deal met ze gesloten. Eerst op Marokko, dan druk ik me niet goed uit. Natuurlijk hebben we altijd drukmiddelen, maar we hebben op dit moment belangrijkere, op korte termijn, als het gaat om terrorismebestrijding, als het gaat om het terugsturen van kansarme migranten, hebben we op dit moment een paar hele grote onderwerpen. Het voorkomen van het export van uitkeringen, hebben we grote thema's met Marokko te bespreken. En ja, wat mij betreft, zodra dat kan, ook praten over de dubbele nationaliteit. Maar ik zie dat Marokko niet zomaar opgeven. Nu naar Turkije. Dat is wat mij betreft geen drukmiddel. En waarom is het geen drukmiddel? Omdat die vluchtelingendeal, die Angela Merkel vorig jaar uitonderhandelde tijdens ons voorzitterschap, ook in het belang van Turkije is. Ze hadden een hele grote stroom vluchtelingen uit Afghanistan, uit Irak, die door Turkije op weg was naar de westkust. Tweede is dat we inmiddels er ook in geslaagd zijn om de westelijke Balkan af te sluiten. Dat is ook vorig jaar gebeurd tijdens ons voorzitterschap. Daar heeft Klaas Dijkhoff veel werk in gestoken. En ook Bert Koenders. Dus die westelijke Balkan, dat was eigenlijk een soort één grote snelweg waarop de vluchtelingen in 4 dagen van Zuid-Turkije in Berlijn, Amsterdam of Stockholm waren. Staat dus niet ter discussie, zegt u die? Die staat dus niet ter discussie, is mijn verwachting. En als ze dat wel proberen, dan, en dat zou, stel in het ergste geval, ze zouden de vluchtelingendeal beëindigen, dan nog werken de andere filters die inmiddels er allemaal zijn, de Griekse eilanden, Griekenland, de Balkan, die werken allemaal om te voorkomen dat mensensmokkelaars een businessmodel kunnen ontwikkelen om weer cynisch mensen over te varen over die Egeïsche Zee naar Griekenland. Simpelweg omdat je dat geld niet betaalt, omdat je niet verder komt dan Griekenland. U heeft in een advertentie in de krant, waar verschillende foto's van uw gezicht te zien zijn, ook gezegd, mijn gezicht, en dat heeft u al eerder herhaald ook in deze campagne, mijn gezicht is getekend door de verantwoordelijkheden die ik heb gehad de afgelopen jaar. Wij hebben uw gezicht uitgebreid bestudeerd. Er is niets van te zien. Ik vind het ook niet na 3 weken campagne. Wij worden helemaal geschminkt. Wij zien niets. Hoe kan dat? Vitamine D. Ik wist dat er iets was wat we moesten weten. Ik neem iedere dag een multivitamine en een vitamine D. En tijdens de campagne neem ik er 's middags nog één. Juist. Zo kom je nog eens wat te weten hier aan de tafel. Ja. Hartelijk dank. Heel veel succes nog. Dank u wel. Straks belt Dolf Janssens een altijd scherp oordeel over het verkiezingscircus.